Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 17. Het is donderdag. Ik ben al wakker en aangekleed. Joris die gaat zo de kleine wakker maken. Ik ga even een bakje koffie zetten voor mezelf. In mijn prachtige Londenmok. Starbucks. Ik was hem zelf, de laatste keer dat ik in Londen ben geweest, dat is heel aantal jaar geleden. Toen hadden ze nog niet, of ik heb ze toen niet meegenomen, ik weet niet meer waarom eigenlijk. Maar ik wist dat ze hadden en Yassine was de laatste keer in Londen. Toen zei ik, als je bij Starbucks bent, wil je dan die mok voor mij meenemen? Dus ik heb hem alsnog. En ik wil voor mezelf even een lekker ontbijtje maken. En dat doe ik nu met Griekse yoghurt, een beetje blauwe bessen en granola. En ik moet deze ook nemen. Het zijn de laatste uit deze verpakking. Ik heb gisteren een grote bestelling gedaan bij het kruidvat. We hebben voor Dex altijd luiers van het kruidvat en die waren bijna op. En hij moet ook echt naar een grotere maat. Dus die heb ik gisteren besteld. En ook gelijk met deze. Mijn haren, vitamintjes. Na de zwangerschap kon ik het zeker gebruiken. In de zwangerschap merkte de kapster ook. Ik had echt veel dikker haar. Veel voller. En na de zwangerschap echt met bosjes viel het uit. Gelukkig was die fase maar heel eventjes. Een week of twee, misschien drie. Dat het echt heel erg uitviel. Nu valt het nog steeds wel uit. Maar het is ook echt een stuk dunner. Dus ik ben aan de haarvitamintjes. En dit is een tip van een oud collega. Zij gebruikt deze ook altijd. Dus ja. Dan gebruiken we die maar iedere dag. Ik bewaar ze trouwens in de koelkast. Ik ben niet zo fan van de structuur hiervan namelijk. Als je ze in de koelkast bewaart, dan zijn ze wat steviger. Dus dan is het drie keer koud en weg. Dus mocht je hetzelfde hebben dat je denkt, bewaar ze in de koelkast. Mama die heeft ze trouwens bewaard, want die heeft ze ook. En die bewaart ze bij haar tandenborstel. Waar ze haar tandenborstel oplaat, zeg maar. Ze zegt dat elke dag moet ik mijn tanden poetsen. Dus elke dag zie ik dat potje. Kan ik mooi voor het tanden poetsen even twee vitamintjes innemen. En dan kan ik daarna mijn tanden poetsen. Ze zegt dan vergeet ik het zeker niet elke dag. Dus dat is eigenlijk ook wel een hele goede tip. Maar ik ga nu even koffie maken. En dan mijn ontbijt. Zo, Dex en ik zijn weer onderweg. Het is bijna 7:45. We komen rond 7:50 aan. We hopen dat het zo blijft. 30 minuutjes rijden nog, zegt hij. Dex zit lekker achterin aan het spelen. Ik heb van het weekend zo'n koord gekocht waar je eventueel zo'n dutje aan kan doen. Het koord vindt hij echt heel erg interessant. We hebben ook zo'n ding gespannen over de maxicoze, zodat hij daarmee kan spelen met beestjes en diertjes. Dat is niet meer interessant. Het koord is vooral heel interessant op dit moment. Het is echt trouwens super koud weer. Het was -6 toen ik instapte in de auto. Ik moest ook goed krabben. En ik heb de auto van Joris ook maar meteen even ingespoten. Alleen niet gekrabben, maar alleen ingespoten. Ik denk, ja, als hij straks weg wil, dan zal het wel meevallen met het krabben wat we nog moeten doen. Het is vandaag trouwens ook tijd voor mijn winterbanden. Je zou zeggen, het vriest alle week. Ja, maar natuurlijk, dan hebben ze geen plek. Dat is ook niet erg. Maar het kan ook alleen maar maandag, dinsdag of donderdag wanneer ik aan het werk ben. Want het is in de buurt van mijn werk. Ik ga niet op woensdag helemaal op en neer rijden voor alleen winterband te wisselen. Want dat is het klusje van, ja, niks natuurlijk. Dus vandaag, net als altijd, neemt mijn moeder mijn auto mee met Dexter in en al de spullen richting hun thuis. En mijn vader gaat dan mijn auto eventjes wegbrengen naar de garage waar ze de banden gaan wisselen. Dus vanavond, wanneer ik bij mijn ouders kom, dan zijn er lekker de winterbanden ondergelegd. Dat vind ik wel zo fijn. Zeker omdat ik toch elke keer best wel een stukje moet rijden. Dan vind ik het toch wel fijn om gewoon winterbanden te hebben. Ik ben ook heel benieuwd
of die klein het gaat volhouden om wakker te blijven. Hij heeft er net al zo'n grote geel en gaap gedaan. Oh. Ah, dat is wacht ook weer een beetje aan het spoken namelijk. Het was 12:30. Weer huilen. Gewoon niet troostbaar. Dus toen heb ik weer dat spul voor zijn tandje erop gedaan. Daar ben ik weer. Ik moest ineens even tot stilstand remmen. Toen heb ik weer dat spul voor zijn tandje erop gedaan. En dat doe ik dan met mijn vinger. En toen voelde ik al heel erg dat hetgeen naast... Hij heeft al één tandje aan de bovenkant die erdoor is. Degene daarnaast, zeg maar, die komt erdoor. Ik zag het gisteren al een heel klein beetje, maar nou was hij ook echt dik. Ik voelde het gewoon vannacht, dus ik denk dat hij daar ook echt heel veel pijn aan had. Dat was echt heel zielig. Op het moment dat we in de kamer waren, was alles in principe prima. En als we hem dan aanraakten, was het helemaal goed. Maar zodra we hem loslieten, dan was het meteen echt ontroostbaar huilen. Oh, dat breekt je hart. Dat kan ik echt niet hebben. Zo zielig. Het hoort er allemaal bij hoor, maar oh, je kind zo ontroostbaar zien huilen. Het is een kind. Maar ja, nu is er weer niks aan de hand. Dus ik heb het spul ook voor de zekerheid maar meegegeven in de tas voor mama. Ik denk, als die straks in één keer ergens toch last van krijgt, dan kan ze het er ook een beetje op doen. Al moet ik zeggen dat hij dus overdag, hij heeft nu 3 tandjes, geen enkele keer last heeft gehad van een tandje dat hij echt aan het huilen was. 1 keer hebben we gehad bij het allereerste tandje, toen wij op vakantie was een beetje mopperig, maar niet huilerig en ook niet hangerig of zo. Hij was gewoon mopperig. En de rest van de mensen op vakantie was hij allemaal super vrolijk, maar zodra hij dan naar ons keek was hij mopperig. Alsof hij dan zeg maar zijn gevoelens goed kon uiten. Maar verder heeft hij overdag nog nooit echt last gehad dat hij eigenlijk moest huilen of iets. Dus wat dat betreft is het wel heel erg fijn. Voor hem dat hij er maar ja, zo kort last van heeft, maar het is wel zielig. En nu zit hij lekker te luisteren hoe ik tegen jullie aan het kletsen ben. Het is 4:15, ik ben klaar met werken en ik ben onderweg naar papa en mama. Dex was vandaag super vrolijk, stuurde mama. Helemaal foto's, lekker aan het kletsen, gezellig aan het spelen. Dus, niks meer van te merken dat ze tandje doorkwam, zegt ze. Ik was alleen zo dom om mijn telefoon te laten liggen in de auto. En op zich heb ik die best wel vaak nodig op een dag. Want ik heb 2-staps-verificatie voor Facebook en allerlei andere dingen. En dan heb je die best vaak nodig. Note to self, zeker niet vergeten je telefoon mee te nemen. Dus ja, ach ja, ik heb kunnen werken. Ik had een paar keer papa gebeld. Hé, ik heb een code nodig. Wil je die alsjeblieft even doorgeven? Die vond het gelukkig niet erg. Joris stuurde me trouwens wel dat hij vandaag ziek thuis is gebleven. Die voelde zich echt totaal niet lekker. Die is toen Dex en ik vanmorgen weg zijn gegaan en terug in bed gaan liggen. En die heeft nog een heel aantal uurtjes even geslapen. Hij zei toen, ik denk dat ik een beetje koorts heb, een beetje griepachtig. Hij heeft zich wel getest, maar het was negatief. Gelukkig. Je weet het ook niet. Maar laten we hopen dat het Dex aan mij gespaard blijft. Ja, zit zo aandachtig te kijken bij papa. Ik ben ondertussen... eten aan het klaarmaken. We hadden nog spaghetti saus over voor gisteren. En ik ben dus spaghetti nog aan het koken. We hadden niet genoeg meer. Had ik gisteren al gezien. En ik had geen nieuwe meer besteld. Dus ik heb net bij mama even een pak meegenomen. Fijn dat hij zo'n grote voorraad heeft. Dus daar kon ik het van meenemen. We moeten alleen nog eventjes de tafel dekken. En dan kunnen we zo weer eten. Onze nieuwe zorgpolis is binnengekomen. Ik had hem laten aanpassen. Ik had namelijk vorig jaar rond deze tijd mijn zorgverzekering aan laten passen. Omdat ik toen in verwachting was natuurlijk van Dex. Voor in verband met de vergoedingen rondom de zwangerschap en het ziekenhuis en bevallen en kraamzorg en zo. En ik heb hem dit jaar, toen was hij dus natuurlijk omhoog gegaan. En dit jaar heb ik hem weer laten aanpassen naar beneden. Dus tegen alle verwachtingen in, zelfs met de prijsstijgingen van Joris en Poos, die wel gewoon hetzelfde blijft. En qua dekking gaan we zelfs naar beneden. Wat we betalen per maand, het is niet veel.
Maar toch, het scheelt 8 euro per maand. Want ik ging er 11 euro op vooruit, geloof ik. En volgens mij ging Joris er 3 euro op achteruit. Dus het heft elkaar weer een beetje op. Joris is dekselijker naar bed brengen. Ik ga even snel de video bewerken voor morgenochtend. En dan gaan we weer door. Hoi. Hoi. Hoe is het? Mooi. Voel je je nog niet beter? Nee. Nee. We hebben net een aflevering zitten kijken van Reizen Waas. En hij was in Spitsbergen en hij heeft het Noorderlicht gezien. En nu hebben we allebei zoiets van, vet, willen we ook zien. Dus wie weet staat het ooit nog op de planning om te gaan doen. En dan hopen dat we het gaan zien. Want het was niet, dat is niet zomaar garantie dat je dat gaat zien, schijnbaar. En daarna kwam ik op een documentaire uit over Food That Changed the World. Zoiets was het, geloof ik. En dat ging over de chocolate bar. Ik heb alleen maar het eerste gedeelte gekeken, want ik dacht op hier wakker blijven. Dus ik denk dat ik die morgen maar eens even af ga kijken. Dus we gaan lekker naar boven. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als dat zo is, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want tot en met kerst heb je iedere ochtend om 11 uur weer een vlogmas vlog. Bedankt voor het kijken en ik zie je morgen weer. Doei!